leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga de komende paar dagen eventjes weer dagvloggen. het is vandaag zondag en ik ben inmiddels wakker, aangekleed. We zijn druk bezig in huis, want er komen mensen voor de zonnepanelen dinsdag. Dus we zijn echt helemaal aan het opruimen boven en we zijn alles aan het wegwerken en doen. Maar het is zondag, dus de winkels gaan pas om 11 uur open. En ik moest zo even naar de Dirk voor koffiemelk. Het is 10:30 nu, dus lekker rustig aan, het gaat 11 uur open. Er staan kerstbomen beneden, er staat een tafel beneden. Nooit verwacht dat we zoveel dingen bewaren die eigenlijk gewoon helemaal niet nodig zijn. Maar goed, ik ben trouwens wel super chill aangekleed. Ik heb mijn Enki shirt weer eens uit de kast getrokken. Mijn shirt van Giel. Kijk, de achterkant is ook super vet. Dus helemaal blij. Maar ik ga even tanden poetsen. Goed, mijn haar werd de complete verkeerde kant op. Ik heb het net gedaan. Nee, ik loop even naar de Dirk nu. Naar de Kruidvat. En dan ga ik daarna maar naar de bouwmarkt om schroeven en alles te halen. En dan gaan we verder met opruimen vandaag. Ik heb net de vlog geëdit. De afgelopen week vlog. Dus dat is mooi. Dat is allemaal gedaan. Ik heb ook gelijk online gegooid. Ik denk, ik ga niet wachten tot morgen. Aangezien ik nu toch eventjes een paar dagen los wil vloggen. Dan vind ik het helemaal best. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik van dat strakke schema af ben gestapt. Dus het echt op die dagen, op die tijd vloggen en uploaden. Gewoon wanneer ik wil, wanneer ik kan. En that's it. Ik moet zeggen, dat bevalt me wel heel erg. Het is nu trouwens... Oh, dat ga je waarschijnlijk niet zien met de... Nee, je ziet het als ik met mijn camera. Maar goed, maar niet uit. Ik heb trouwens een hoesje mogen ontvangen van Luxcakes. Ik heb dat helemaal niet vermeld in mijn vorige vlog. Maar echt super tof, super blij. Ik heb er ook zo eentje in het grijs en dan helemaal strak. En deze heeft een oranje krokodillenprint. Op de een of andere manier ben ik heel erg into de bruine en oranje kleurtjes, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Maar goed, onderweg naar de supermarkt. Het is heerlijk weer, ik had net een jasje aan. En het eerste wat ik dacht was uit en gewoon lekker in een t-shirtje. Het is zo warm. Goed, de boodschapjes zijn geslaagd. Oh. Ik heb alles. Ik ben even bij Kruidvat geweest en ik heb daar boven, wonder boven wonder, Dactarin pudding gevonden. Dat hadden ze toen bij de apotheek niet voor mijn voeten, omdat ik mijn voeten irriteren heel snel. En mijn handen tegenwoordig ook. En dat is het enige wat helpt, maar bij de apotheek is het super duur. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat oplossen? Maar goed, gelukkig heb ik... poeder gevonden. Ik moet zeggen, is wel heel erg prijzig. Dat is meer dan 20 euro. Maar goed, het helpt. En daar ben ik heel blij mee. Want de crème, dat helpt niet. Tenminste, dat vind ik ook helemaal niet fijn. Dus dat heb ik lekker grappig uit gehad. Ik ben blij dat ik dat heb gevonden. Verder heb ik wat nieuwe make-up dingetjes gehaald. Want alles begint een beetje op te raken. Maar goed, we gaan zo naar de bouwmarkt. Change of plans. Ik ben thuis gekomen van de boodschap doen. Ik zit nu in de auto met mijn pa, want hoe heet dat? Die moest heel eventjes langs zijn werk, dus hij is nu bezig. En mama gaat naar de gamma. Dus ik ben aan het genieten. Sorry voor het gesmak trouwens, maar ik ben aan het genieten van het uitzicht, want het is heerlijk weer. En dan met het uitzicht. Oh. Af en toe hoop ik nog steeds dat we gewoon in Zeeland zouden wonen. Maar helaas. Goed. Hallo, hallo, hallo iedereen. Inmiddels ben ik weer terug thuis. En zijn we druk aan het opruimen en alles aan het doen. En ik dacht, weet je, er is zoveel strijk. Mijn moeder is toch niet lekker, dus het gaat toch niet lukken om het haar te laten doen. Ik ga strijken. De strijkbak in mijn kamer gezet. Ik ga jullie hier zetten. Dat is echt perfect. En ja, ik ga strijken, want het moet wel gebeuren. Ik heb even een ander shirt aangedaan, zo'n crop top, want het is super warm. En zeker met een strijkboot.
lekker is anders. Dus we gaan strijken. Goed, inmiddels heb ik lekker gestreken. Vanmiddag zijn we nog steeds het opruimen geweest. En is het nu tijd om te gaan avondeten. Ik heb eigenlijk ook wat trek nu. Dus ik wil heel graag wat eten. Ik heb trouwens een plekje op me. De bank zit hier. Maar ja, we gaan avondeten. Ik kan meer ook niet zeggen. We zijn nog steeds opruimen. Ik heb trouwens een shirtje aan. Deze heb ik nu ook in paars. Dit is van mijn moeder geweest. Dit valt al heel erg ruim. Maar als ik het zo voorin in mijn broek stop, dan zie je er vrij weinig van en is het toch een leuk shirt. Zo kan ik het alsnog gewoon dragen zonder dat mijn moeder het weg doet. Want het is gewoon nog een heel goed shirt. En hij is leuk. Is het cute? Ik wilde het eigenlijk morgen aan. Maar ik dacht, ja, ik heb het nu toch aan. Ik hou het wel gewoon aan. Dus waarschijnlijk zie je nu morgen in de vlog hetzelfde shirtje. Maar ik heb hem net pas aan en het is 5:30. Dus, of 6:00 zelfs. 6:00. Dus ja, maakt het uit. En waarschijnlijk gaat dit toch wel op tijd uit. Want ik wil wel op tijd gaan slapen. Ik ga even wat drinken. Ik heb superveel dorst. Ik heb echt vet weinig gedronken vandaag. En ik ga denk ik straks even een bakje doen bij mijn opa en oma. Dus, so be it. Goed, ik ben lekker omgekleed in een shirt en een korte broek. En ik ga de ventilator hier wel zachter of meer uitzetten. Want dat is anders geen doen. Want mijn gordijn wappert steeds open door die ventilator. Niet zo fijn. Maar ik ga slapen. Het is, hoe laat leven we nu? 10:45. Is in mijn geval best heel erg laat. Ik ga tukken. Ik ben gewoon moe en ik ga er niks anders van maken. Ik zie jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe vlog.